Goedemorgen iedereen, het is vandaag zondagochtend, het is ongeveer 7:45 en we gaan direct vertrekken, want ik heb vandaag weer wedstrijd in de Nieuw-Vlaanderen Range met Sissi. Ik ben al helemaal klaar zoals je ziet, dus blijf zeker kijken. Waarschijnlijk niet veel. We zitten in de auto. Papa is even naar de bakker gelopen. En oh, ik verschiet echt van jouw billenkoe. Hoe versierd dat hier is. Ik had eigenlijk niet verwacht van zo'n klein dorpje. Daar heb je echt een grote kerstboom, maar ik kan het echt niet goed zien door de regen. Nee, we gaan eens proberen. Daar. Dan daar de kerstverlichting. Daar ook kerstverlichting. Daar kerstverlichting. Dus ik ben trots op jouw beke. Maar het is echt veel druk in de ochtend. Het is 7:58. Maar ik hoop dat we een beetje snel vertrekken, want om 11:00 moet ik eigenlijk al klaar zijn. En dat is binnen 3:00. En ik heb nog een beetje veel werk te doen. Ik heb gisteren al een brief klaargelegd, dus ik moet er alleen nog instoppen. Maar ik moest Sissi wel nog poetsen. Ik denk wel dat ik dat nog op slag ga doen als ik daar nog tijd voor heb. Anders gaan we dat toch moeten... En daaruit doen, al die mensen kijken ze van, hè, ik doe een trailer hier, zet erop. Dus ja, en ik hoop dat het niet te veel gaat regenen, want het heeft veel regen uit. En ik moet opzetten in de regen en ik heb daar niet zoveel zin uit. Dus, ja. Ik ga wel aan het stappen op wat er is. Daar loopt hij hoor. Op het gemak. We hebben nog alle tijd. Goedemorgen paardjes. Hey. Allemaal enthousiast dat er iemand is. Hey Roxy. Hey schattenboot. Was wel al weglopen. Sissi staat in de trailer en ze heeft nog een beetje overig ontbijt dat ze nog heeft opgegeten. Dus ik heb dat mee, want ze had nog niet gegeten. Kijk hoe blij ze kijkt. Dus ja, goedjes. Sissi is bijna helemaal klaar. Maar Prinkt heeft haar ding erop gelegd. Maar ze kan niet stilstaan. Dat ik altijd. Ik ben ook bijna klaar. Ik heb aan mijn trui. En mijn jas. Ja. Daar is papa.
niet aan hoe ik had gezien om af te zien. Maar we zijn terug thuis. Papa. Sietje lag zo mooi te slapen. Is een beetje moe, denk ik. Maar ik ben terug thuis, zoals je ziet. En ik heb zoveel honger. Laat het niet, dus. Wacht hè? Het is 2:30 en ja, ik heb dus een beetje honger. En mama had pizza gekocht voor vanavond. Maar aangezien dat ik nu echt te veel honger heb en nog niet heb gegeten, ga ik de pizza nu opeten. Want het is lekker fris. Maar ja, en dan ga ik even vertellen voor hoe dat ging. Ik moet nog even wachten op mijn pizza dat in de oven zit. Maar ik ga dus even vertellen hoe het ging. Ik ben heel trots op Sissy. Zeker omdat het waarschijnlijk haar laatste wedstrijd was, aangezien dat ze drachten is. En daarom ben ik ook heel trots op haar. Sissy is niet geschoren. Dus is het zweet ze heel snel en is het ook een heel stuk lastiger voor haar. En ook met haar vullentje gaat het ook niet meer zo soepel. Dus ben ik heel trots hoe het in het algemeen ging. Je ziet al in de video's dat ze redelijk traag ging. Dat ik redelijk veel mijn zweep gebruik en mijn benen. Maar ik heb het echt nodig, of anders gaat het niet. Maar bij de 85 ging het op zich wel redelijk goed. Alleen de tempo lag daar heel slecht, waardoor mijn afstanden ja, ook niet zo goed waren. En misschien heb je het gezien in het filmpje, maar toen ik naar de 4 reed, dan was ik even de klus kwijt en wist ik niet meer naar dat ik moest. Dus daarom ging ik terug naar het draf, want ik dacht van, waar is die sprong naartoe? En toen dacht ik van, oh ja, die is daar. Dus dan rijd ik een parcours verder. Dus daar heb ik waarschijnlijk ook een heel stuk tijd aan verloren. Maar ja, Sissy zat toen nog niet in de flow, dus ik kan het parcours niet. In de 85 ben ik uiteindelijk 16e geworden van de 18. Ik zei ook redelijk, redelijk van achter, omdat mijn tempo niet goed lag. En dan met die, dat ik mijn parcours vergeten was. Dus dat. Maar ik ben zeker heel trots op haar. Dat zijn gewoon allemaal heel actieve ponies. Dat misschien al veel langer doen en zo. Dus ik ben heel trots op haar. Dan bij de 95 vond ik het eigenlijk echt een stuk beter gaan. Aangezien dat het wel wat hoger was, en vond ik het toch beter gaan. Ik had nog nooit 95 een parcours sprong met Sissy. Het was deze keer de eerste keer. Dus ik had wel echt super veel stress. Aangezien, ja, maar vocht en haar vullentje en zo. Had ik er echt stress voor. Maar ik ben echt trots op over hoe ze het gedaan heeft. En bij de 95 was het ook met een barrage erna. Dus dan... Dat linkt ook niet op zo'n punt dat ik terug zat. Maar toen voelde ik wel echt dat ze trotser was. Dat ze dacht van, ja, nu moet ik even de laatste sprongetjes echt alles geven. Dus ik ben wel echt trots dat ze het ook gewoon zelf ook besefte. Bij alle twee was ik dus foutloos. En daar ben ik ook heel blij mee. Want aangezien mijn afstand niet mooi werden, springt ze wel alles. Weigert ze niet en heeft ze ook geen bak mee gehad. Dus ben ik echt, ben daar zo dankbaar voor. Echt niet normaal. En ook bij de 95 heb je gezien dat ik er bijna 2 keer was afgevallen. Ja, dat was gewoon omdat mijn afstand niet uitkwam. En Sissy dacht van, nou waar moet ik nu? En ik was ook mijn steenbeugel kwijt bij de eerste keer. Dat ik bijna viel. Ik kan dat ook op het filmpje zien. Ik zie het nog een keer. Daar hing mijn steenbeugel dus. Maar ik had hem gelukkig heel snel terug. Dus ik dacht van, ja, ik kan gewoon doorrijden nu. Want ik dacht van, oh nee, als ik mijn steenbeugel kwijt ben en ik moet hier 95 springen met Sissy. Ik zei, oh nee. Maar gelukkig had ik hem echt snel terug, dus ja, ongelukkig. In de 95 ben ik 4e geworden en ik ging 3e zijn. Echt, ik vind het zo stom, echt. Dat is niet belangrijk welke plaats je bent, als je maar goed hebt gedaan, als je paard niet heeft, als je in ieder geval bent. Als je goed ging, dan moet je trots zijn. Maar ik bedoel, ik ging 3e zijn in de 95. De eerste keer dat ik het ging, ik gewoon 3e zijn. Ik was dus uit de ring en ik was in de inrijpiste. En papa was aan het kijken op de website hoeveel ik stond en ik stond 3e. En er moesten nog 2 mensen. Papa, je staat 3e. Dus ik was helemaal van, oh my god, 3e. Dan het volgende meisje gaat, dus het voorlaatste meisje. Natuurlijk was zij wel iets echt, ik denk dat het niet eens 1 seconde is. Ik weet niet, maar het kan echt niet veel schelen. Maar ze was iets sneller dan mij, waardoor ik op de 4e plaats ging. En ik dus geen prijs had. Toen ging ik me wekker van een pizza klaar is. Maar zoals ik zei, ik ben naar huis gegaan zonder prijzen, maar met meer ervaring en ik vond het een hele leuke dag. Het was weer vroeg opstaan, dus ik ben een beetje moe. Ik voel bijna in slaap in de auto. Oeps. Maar ik ga nu genieten van mijn pizzatje en straks nog een beetje studeren, want het zijn natuurlijk wel examens dat
mag het niet vergeten. Ik heb ook gisteravond nog, net eten tot 8 uur, dacht ik van kom je nou, we gaan nu even snel doen. Dus moet ik alleen nog een beetje oefenen en dan zit het hopelijk wel goed in mijn hoofd. Want ik heb morgen Engels en godsdienst, dus het zijn alles wel meevallers, vind ik. Dus hierbij ga ik jullie laten. Ik zie jullie wel in een andere video. Doei!